Goedemiddag, u kijkt naar het vakantieweerbericht opgesteld door Weerplaza voor het zuiden van Europa. Ja, en daar is het op zich aardig weer, maar er is ook best wel wat onstabiliteit. Als we naar de weerkart kijken, zien we namelijk nog steeds boven een groot deel van Europa een zogenaamd thermisch lage drukgebied. Dat betekent dat overdag de temperatuur flink gaat oplopen, maar dat er dan in de middag zware buien tot ontwikkeling kunnen gaan komen. En aan het begin van de week is dat met name in Frankrijk het geval en in het centrale deel van Europa. En langzaam maar zeker zien we dat lage drukgebied wat meer naar het oosten trekken. En dat betekent dat die buienactiviteit ook meer naar het oosten komt. In het westen gaat juist dan wat hoge druk uh, ontstaan. Het Azoren hoge drukgebied dat is aanwezig en dat breidt zijn invloed uit richting Frankrijk en Spanje. En dat betekent later in deze week dat het weerbeeld daar echt wel beter gaat worden. Maar voorlopig dus nog wel een aantal fikse buien. Dat betekent ook dat in Frankrijk, in sommige Provence, uh, ja, Code Oranje uitstaat. En ook in het noorden van Italië is Code Oranje actief. En dat heeft alles te maken met die zware buien. Onweersbuien die flink wat water kunnen brengen in korte tijd. En het kan echt wel hier en daar tot overlast leiden, overstromingen en dat soort zaken. Houdt u daar dus rekening mee als u richting Frankrijk reist? Hou goed de weersinformatie in de gaten. Op de weerkaart zien we die buien natuurlijk ook terug met hoge temperaturen in de loop van de dag. Het wordt in het binnenland 25 tot misschien wel 30 graden. Maar dan dus wel die zware buien die gaan ontstaan. In het westen. Daar is allemaal niets aan de hand met buien. Daar is het zonnig en uh, ja, de temperaturen liggen daar natuurlijk wel iets lager. Gaan we dan in Spanje kijken, dan is ook daar in de middag kans op zware onweersbuien, met name in het binnenland. In Portugal, daar is het prima weer, veel zon en prettige temperaturen vind ik zelf, tussen de 18 en de 22 graden, lokaal nog iets wat warmer. In Centraal-Spanje, daar wordt het warmer, 24, 25 graden. En langs de Spaanse costas, daar is het gewoon zomers met 25 tot 30 graden en ook op de Balearen is het prima weer met veel zon. Gaan we dan wat meer naar het oosten toe? Dan komen we uit bij Italië. En dan zien we toch wel dat in het noorden van Italië die buienactiviteit aanwezig is. Morgenmiddag met kans ook op onweer. Naar het zuiden toe, daar is weinig aan de hand. Daar zijn flinke zonnige perioden en zeer aangename temperaturen. Het varieert nogal van plek tot plek. Heeft alles te maken met het land wat daar aanwezig is. Heb je maritieme invloeden, dan zijn die temperaturen wat lager. Maar ga je dieper land inwaarts, dan wordt het ruim 30 graden. Ik zie zelfs hier en daar rond de 35 graden. Ook uh, langs uh, de Adriatische kust is het op zich uh, aangenaam toeven met 25 tot 30 graden. Wel is het zo dat daar ook nog een enkele buien tot ontwikkeling kan komen. Maar daar met name later in de week die buien. Maken we dan ook nog even een uitstapje naar de Canarische eilanden. Dan zien we dat het daar ook prima toeven is. Veel zon en droog weer. Met temperaturen die variëren zo'n beetje tussen de 18 en 25 graden. Ja, dan veel zon natuurlijk. Dat betekent ook dat we even naar de zonkracht kijken. De zonkracht is zo rond de 9. Dat betekent een sterke zonkracht. Zeer sterk, moet ik zelf zeggen. En de huid kan dus ook makkelijk verbranden. Zeker tijdens de middaguren moet die huid goed beschermen. Het zijn met luchtige kleding of crèmes. En u zult ook zien dat de lokale bevolking meestal zich in de schaduw bevindt dan. En misschien zelfs wel helemaal binnen. Kijken we ook nog eventjes naar de watertemperatuur in de Middellandse Zee. Nou, die zijn langzaam maar zeker echt wel aan het oplopen nu. Temperaturen zo tussen de 20 en de 23 graden. En de mensen die echt helemaal richting het oosten gaan, rond Cyprus, de zuidelijke kusten van Turkije. Daar is het zeewater al meer dan 25 graden. En dan tot slot kijken we ook nog even snel in een overzichtje naar nou, woensdag. Ja, nog steeds die buienactiviteit in Frankrijk, in de Alpenlanden, in het noorden dus met name. En de hoogste temperaturen in Griekenland en Turkije. Daar is het ruim 30 graden op de meeste plaatsen. Kortom, een echt wel zomerse week die er aan zit te komen in het zuiden van Europa. En mocht u op vakantie gaan, geniet ervan. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.